vandaag dinsdag. Ik heb me even snel omgekleed en klaargemaakt. Ik ga even naar de Bijenkorf, ik ga even een cadeautje halen voor Esmee. Die is vandaag jarig. Bijenkorf is me echt aan het redden de laatste tijd. Ik ga er even heen. Ik ga eerst even een cappuccino halen bij de McDonald's, want die vind ik echt super lekker daar. En daarna ga ik even door naar de Bijenkorf. Ik ga een cadeautje halen. Ik weet nog niet precies wat. En daarna haalt Esmee mij in de avond op. En dan gaan we even met haar vriendinnen Whitley en Isaura gaan we dan even lekker uit eten. In een fancy restaurant zijn ze. Dus ik heb echt een dresscode gekregen. Ik moet echt fancy zeg maar gekleed zijn. Dat is voor mij best wel moeilijk. Aangezien ik de laatste echt amper jurken of rokken draag. Dus ik moet echt even kijken in mijn kast of ik nog wat leuks heb liggen. Ik heb vandaag niet zoveel filmen, want mijn batterij is bijna liggen. En Esmee heeft de oplader mee. Dus ik probeer gewoon elke keer een beetje korte stukjes van deze dag te filmen. En ik hoop dat jullie het leuk gaan vinden. Kijk wat ik tegenkom. Super mooi. Esmee heeft deze opgestuurd gekregen. En hij past precies bij mijn trui. Dus nu twijfel ik om of ik deze pet op moet. Of die van mij nu. Ik denk dat ik die andere toch mooier vind zitten of zo. Ik weet het niet. Ja, ik doe toch de andere. Lekker een cappuccino van een Mac. En deze is echt super lekker. McDonald's heeft echt super lekkere koffie. Hier krijg je een speculaasje bij. Jongens, ik zie al 5 minuten vast. Ik ben er bijna. Maar het is echt super druk. Kijk een keer. Het is hier altijd druk gewoon. Ik zat er al aan te denken van wat ik voor haar ga halen. En kijk, ik weet dat Esmee gewoon super gek is op Swarovski. En voor de rest weet ik eigenlijk niet zo goed wat ik dan anders moet halen. Misschien ga ik gewoon een setje of zo voor haar halen. Lijkt me wel leuk. Een Swarovski setje of zo. Ik ga even gewoon sowieso eerst rondkijken. En ik ga gewoon even rondkijken. Maar ik denk toch dat het Swarovski wordt. Ze is daar toch gek op en is ook makkelijk voor mij. Zelf, ik ben de afgelopen 2 dagen echt zo ziek geweest. En ik ben vandaag ietsjes beter. Niet eens echt beter. Maar ik heb lekker gedoucht. Ik voel me iets beter. Ik ben lekker geslaagd. Ja. Oké, ik heb voor Esmee echt super mooie oorbellen gehaald van de Swarovski. Ik weet zeker dat ze ze mooi gaat vinden. Maar ik kan ze niet laten zien, want ze is echt heel mooi ingepakt. Ik vind ze echt super cute. Ik ben blij dat ik ze heb gevonden. En altijd als ik daar ben en ik koop cadeautjes voor iemand anders, moet ik ook voor mezelf iets halen. En ik heb poeder van Chanel voor mezelf gehaald. Ik heb altijd in mijn tas zeg maar poeder met een kwastje. Het is echt gewoon super irritant om mee te nemen. Want je hebt altijd zo'n kwastje in je tas. Dus ik dacht, ik ga gewoon poeder kopen. Waar al een kwastje bij in zit. En deze was echt super mooi. Ze heeft het bij mij aangebracht. Wow, wow, wow. Ah, kijk dan. Ik krijg een zakje bij. Kijk, het is deze. En dan krijg je dus zo'n kwastje erbij. Kijk. Dan krijg je zo'n kwastje erbij. Echt super cute. En daaronder. Kijken. Daaronder is de. Hey jongens, we zijn er. En de auto van Esmee wordt weggereden. Dan hoef je niet te lopen niet naar binnen. Waar zit hij? Ja. Super leuk. Zo, we gaan hier lachen. Kijk jongens, wij gaan in die eten. Nu zie je het al niet meer. Kom, gaan we naar binnen. Ik heb mijn telefoon al meegenomen. Oepsie. Echt, het is echt heel mooi hier. Oh mijn god, kijk even naar de gebakjes. Kijk even naar de gebakjes. Echt mooi. Ja, mooi hè. Hallo, ga je eens op? Nee. Sta ik nu op de film met. Oh, de vlog. Mooi, die belichting. Vind je? Wij moeten echt zo doen, hè? Want kijk, normaal zijn we dus. Ik wil groot ze zijn. Wacht, film eens van boven, Esmee. Dan zien ze echt hoe klein ik dan naast jullie ben weer. Kijk, dit is meer. Ja, ik ben echt klein naast hun, maar gelukkig komt Bucky zo. En dan komt er nog een kleinere. Ja. Dus. Scheelt weer. Mooi. Whitley diep. Echt mooi. Ik ben er ook zo, was even pinnen. Ze is met de taxi zeker. Taxi live. Kijk jongens. Whitley is er nu ook. Zo, heb je gezondheid? Ja, dankjewel. Ja. Dankjewel.
Cheers, babe. Nee, ik was... Oh! Cheers, babe. Dit soort shit vergeten. Ik heb nog nooit dat video, hè. Net te laat. Daarom. Vind je ze echt mooi? Ja, ik vind ze echt heel mooi. Kijk hoe mooi ik heb gekregen. Kijk of ze focust hoor. Vreet gewoon om te zeggen. Ah, is echt mooi op beeld hoor. Ja, ik vind ze echt mooi. Het is echt wat voor mij. Ja, ik vond ook echt iets voor jou. Alsjeblieft. Zo voor de mama. Voor we hebben vast een kleine amuse om mee te starten. Ja. Het is een nagemaakte rolling van geitenkaas met rode biet en daaronder een beetje piccadilly. Oké, okay, dus lekker. Geniet ervan, lekker vis. Ja. Alsjeblieft. Dank u wel. So cute. Nou, ik serveer jullie een heerlijk stukje cheesecake met een huisgemaakte sorbet van aardbeien. Met wat zomerse vruchtjes nog ernaast en een mousse van witte pandanrijst. Oh, lekker! Ze zegt geniet ervan. Dankjewel. Dit helemaal op, als eerst. Echt niet serieus. I'm the best. Oké jongens, wij zijn lekker uitgegeten. Oh, sorry. Maar jij. Heel lekker gegeten. En we gaan nu dus. We gaan nu lekker naar huis. Het is echt vol. We hebben lekker gegeten. Ja, that's it. Hoe ga jij terug naar huis dan, Wit? Vanaf hier al. Oh. Doei, doei. Doei, Wit. Doei, baby. Nou. Zo, dan ga ik nou gewoon. Ik ga er lekker in. Komt u maar zitten. Dank je. Niet weer flikkeren. Auw. Zo, we zitten. Oh. Rijd naar huis. Goedemorgen jongens. Ik ben vergeten de vorige vlog. Af te sluiten. Dus dat ga ik hierbij doen. Ik wil nog wel iets zeggen. Ik heb net de vlog lopen editen van Esmee's verjaardag. En ja, toen werd ik toch wel een beetje emo. Een paar jaar geleden, 2013, ben ik verhuisd van Overijssel naar Rotterdam. Toen dacht ik, oh, ik ga daar echt nooit vrienden maken. Want ik ben zo moeilijk met vrienden maken. En ik ben ook heel erg kieskeurig. Dus ik dacht, ik ga echt nooit meer een vrienden maken daar, weet je wel. En ik hield echt contact met mijn oude vrienden. Maar toch op een gegeven moment merk je gewoon dat het verwaterd wordt. En ja, dat je toch een beetje alleen achterblijft in Rotterdam als je toch niet zo vaak daarheen gaat. En ja, op een gegeven moment maak je dan toch nieuwe vrienden. En daar ben ik echt heel erg dankbaar voor. Ik heb echt heel mooie mensen ontmoet in Rotterdam. En ja, ik ben daar echt heel erg dankbaar voor. Dat wil ik even zeggen. Dus mocht je in een situatie zitten waarin je gaat verhuizen, neem het van mij aan. Je gaat nieuwe vrienden maken. Alles komt wel goed. Dus dat wil ik even aangeven. Ik ga hier bij de vlog afsluiten. Ik hoop dat je het een leuke vlog vinden. Ik weet dat het een beetje een vage vlog was. Want ik heb niet zoveel erin gepraat. Er waren meer beelden en zo van waarin ik jullie liet zien wat we gingen eten en zo. Ik hoop dat je deze vlog leuk vond. Vergeet niet te abonneren. Like deze video en laat een leuke comment achter. Mwah!